Lieve vrienden, ja, het is alweer vrijdag en het is 5 juli en we leven 10 over 11. Ik ga achter bliksem opschieten, ik ga de diertjes eten geven, mezelf eten geven met een bakje koffie erbij. 12:30 moet ik weer bij fysiotherapie zijn. Astrid die komt vanmiddag, dus ja, druk weer. En ik wist dat ik nog wat halen moet bij de Dekamarkt, maar ik weet toch niet meer wat. Dus dat kan ik op de terugweg dan mooi doen. Maar ik weet het toch niet meer. Zou je het net zien, dan is Astrid hier en dan schiet het in mijn hoofd. Maar ja, ik heb het pret niet druk. Ik wens jullie wel een weer en welkom bij een nieuwe vlog. Van Corinna en de Beestenbol. Ja. De deur heb ik weer wagenwijd open. Het zonnetje schijnt. Stapelwolken hier en daar. Zonnescherm naar beneden. Dus ja, wat wil een mens nog meer? Die stapelwolken mag mij ook wel weg, want ik vind het veel mooier. Gewoon normale schapenwolkjes, dat je kan gaan genieten. Hé, dat lijkt wel op een aap. Hé, dat lijkt wel op dat. Weet je, zo leuk, gezellig. Ja, maar dat heb je nou niet. Nee. Deze wolken die lijken nergens op. Maar het maakt ook niet uit hoor. Nee. Dan heb ik toch nog liever gewoon een strak blauwe hemel. Dat vind ik ook mooi. Ja, strak blauw en het zonnetje. Ga je drinken of niet? Nee? Nou, dan niet. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles. Ja, ga ik ook doen. Ik heb lekker een beetje geprobeerd uit te slapen, maar ik heb ook een rotnacht gehad trouwens. Maar ja, kan ook de pret niet boeien. Nee, hè Eeuwin? Nou ja, meisje. Hé, ja. Maar oké, ik zou zeggen, ik ga snel aan de gang. Anders kom ik er niet. Doen jullie hetzelfde en ook genieten, hè? Ja, wel genieten van het leven. Want het leven, dat duurt maar even. Het, ja, het is maar net zo hoe lang God ons op de wereld mag laten staan, laten leven. Weet ik veel hoe je dat allemaal mag benoemen. He, dat hij ons niet vroeg naar de hemel haalt, naar huis. Want nee. Ja, daar, ik wil wel naar mijn mannetje toe, maar hij had hier nog moeten zijn, weet je? Ja. Ik mis hem enorm. Ja, even missen baasje. Ja, ik word een dikkie nou. Hé, ja hé. Nee, kom dan. Zo, daar zijn we weer. Je zit vast aan mijn toppie. Kijk, daar moet je kijken. Nee, doe het niet. Nou, doei. Maar oké, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Wanneer, weet ik niet. In ieder geval wel vandaag. Maar hoe en wat, ik weet niet of ik eerder thuis ben dan dat Astrid er is. Ik weet het allemaal niet. Anders spreken we elkaar na die tijd. En we merken het wel. Ja toch. Tot later. Ja lieve vrienden, we zijn op de kermis beland. Vandaag wordt de kermis geopend met een brassband. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd hoe en wat. We zullen het beleven. Astrid is natuurlijk ook van de partij. En heel veel mensen meer. Ja. Dus een gezellige boel hier ook. Ik zal jullie even wat laten tonen. Ja, allemaal leuk. Dus ik zou zeggen, geniet straks. Hij zoekt me. Hoi. Ben aan het vloggen. Wat zei je? Ben aan het vloggen.
van de mooie gemeente Den Helder. Ik ben net van de Waddenzee afgeplukt, want de bottenrace op het wat is op dit moment nog steeds bezig. We lagen derde. Ik denk door het verlies aan gewicht van mij dat ze nu iets harder vooruit gaan. Nogmaals hartelijk welkom bij de opening van de zomerkermis. Ik heb net vernomen de 46e editie inmiddels al in Den Helder. Er zijn nog wat mensen onderweg, want er stond een file naar deze kermis toe. Zo aantrekkelijk is hij. En ik ben ook ontzettend blij dat we weer, wat als ik goed heb, 37 attracties op deze kermis hebben. Wat hem ook absoluut samen met Horen en Alkmaar de grootste kermis van Noord-Holland-Noord maakt. Allereerst iedereen welkom en ik zie ook heel veel kinderen al aanwezig bij de poffertjeskraam. Het is straks de bedoeling dat we een aantal euro's uit gaan delen aan alle kinderen, zodat jullie allemaal alle attracties natuurlijk kunnen proberen. En ik zal straks, als het goed is met de eigenaar van de poffertjeskraam, ook nog in de meest wilde attractie gaan die maar mogelijk is. Ik geloof het hele hoge ding daar. Ja, ik ga het echt doen. En ik wil u ontzettend veel plezier wensen de komende 10 dagen in Den Helder. En ik wil nog graag het woord geven aan de voorzitter van de kermisvakbond. Speciaal overgekomen vandaag, omdat hij toch ook vindt dat de kermis, de zomerkermis van Den Helder, een van de mooiste kermis is van Nederland. Dank u wel en straks heel veel plezier. En dat krijg jij. Dank u wel, wethouder. Jongens en meisjes, even de vraag. Jullie, komen jullie voor een lange speech van mij of komen jullie voor de gratis euro, de kermis-euro's? Zeg het maar. Ah, oh, dat is leuk, een lange kermis-speech van mij. Hartstikke. Nee hoor, dat gaan we niet doen, jongens en meisjes. Om even in het vervolg van de woorden van de kermiswethouders, eigenlijk een eretitel die iedere wethouder in Nederland heeft die kermis in zijn portefeuille heeft, om daarom even op te volgen. Het is ieder jaar een eer om als voorzitter van de Nederlandse Kermisbond, in dit geval de BOVAK, om hier bij jullie te gast te zijn in Den Helder. Er staat een prachtige kermis, 9 dagen kermis vieren. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Jongens, dit klinkt een beetje mager voor die gratis kermis-euro's. Hebben jullie er zin in? Ja! Oké, hou ik het niet langer. Ik wens jullie fantastische dagen. Geniet van al die attracties, van alle kleuren, alle lichtjes, alle muziek. Maak 9 dagen feest. En wethouder, ja, het is zover. Bent u er klaar voor? We gaan de euro's uitdelen. De kortingskaarten voor de attracties. Blijf op je plek, want zij komen naar jou toe. En heel veel plezier gewenst. Ja.